Welkom bij de Nederlandse Jeugdkampioenschappen Tennis in Hilversum. We zijn te gast bij Tulip Center. Ruim 350 jeugdtops strijden om de felbegeerde nationale tennistitels. Tennisacademie Cox is voor de regio Amersfoort met een bescheiden kleine afvaardiging aanwezig. Collega tennisacademie Bochstra en Kemper uit Doorn is goed en sterk vertegenwoordigd. Ja joh, als je met veel start, dan hoop je ook dat je met veel kan eindigen. Zoals bij vele bonden het geval is, lopen de ledenaantallen bij vele georganiseerde sporten terug. De Tennisbond, naar de KNVB, de grootste sportbond in Nederland, ziet het aantal leden de laatste 8 jaar dalen van 725.000 naar 554.000. Een daling van meer dan 20%. Nou, ik ben hier op het NJK om alle Nederlandse talenten een beetje toch aan het werk te zien. Sommige kinderen die zie je het hele jaar eigenlijk niet, voor mij dan in mijn functie. Anderen die zie je afgelopen jaar gedurend jaar in Almere trainen, daar heb ik mee op de baan gestaan. En dan is het ook altijd goed om ze toch nog tijdens wat wedstrijden te zien. Dus vandaar dat wij als KNTB zijnde met veel trainers hier aanwezig zijn. Zowel de jongens als de meisjes spelen in diverse leeftijdscategorieën. Tot en met 12, tot en met 14, tot en met 16, tot en met 18. Dus eigenlijk alle jeugdcategorieën. Mijn functie is bondscoach heren. En daarnaast ben ik Davis Cup en Fed Cup captain. Maar de afgelopen jaar heb ik natuurlijk in die functie ook... tot afgelopen jaar ook in die functie gezeten op het topsportcentrum in Almere. Waar ik met regelmatig wat jeugd op de baan heb staan. Dus dan is het ook wel leuk om ze hier aan het werk te zien. Het door technisch directeur Jacco Elting onlangs gepresenteerde opleidingsplan 5 Steps to the Top heeft geleid tot vorming van een nieuwe technische organisatie met de nodige bondscoaches en ondersteuners. Ja, het is gewoon een onderdeel van, het begint met de jeugd, het begint met zoveel mogelijk mensen te stimuleren om te gaan tennissen, waardoor de visvijver waarin de jeugd opgroeit natuurlijk groter wordt. En dan is het vooral de kinderen stimuleren om tennis leuk te vinden en te blijven vinden. En proberen het maximale eruit te halen. En nou, dat doe je door onder meer zoveel mogelijk toernooien aan te kunnen bieden. Zodat ze juist wedstrijdjes kunnen spelen, want dat is leuk. Dat ze een beetje het wedstrijdelement leuk gaan vinden en omarmen. En vervolgens probeer je ze natuurlijk zover te krijgen dat ze ook richting een nationale kunnen gaan. En op het moment dat ze daar... Hoe ziet jullie tennisorganisatie er verder uit? De nieuwe jeugdbondscoach is degene die jij toen straks in het filmpje hebt laten zien waar ik mee in gesprek was. Dat is Marcel Vos. En Peter Wessels is de assistent bondscoach op het topsportcentrum in Almere. En met beide personen zijn wij heel blij dat die toegevoegd worden aan het team. Waarmee wij werken om de spelers nog beter van dienst te kunnen zijn die in Nederland actief zijn. Met het openen van een nationaal trainingscentrum in Amstelveen en de plannen van de technisch directeur Jacco Elting worden dus stappen gezet voor een nieuw land in de tennissport. Met Marcel Vos als jeugdbondcoach 15-16-jarigen en de assistentbondcoach Peter Wessels. Vertrouwen in het KNLTB-plan? Peter Wessels? Ja, dat moet hem afwachten. Hè. Ik weet niet wat zijn ervaring is geweest in Dubai, waar hij gezeten heeft. En het is natuurlijk een jongen die zelf hele jeugdopleiding heeft doorlopen. In ieder geval vanaf zijn 8e tot aan zijn 1-22e bij mij. Dus hij weet een beetje wat het jeugdtennis is. Hij heeft de ITF doorlopen. Hij heeft zelf een goede ranking weten te halen. Dus hij weet wat het is. Maar of je het dan ook kan doseren, ja, dat moeten we maar afwachten. Ik heb natuurlijk ook vrij lang bij de Tennisbond gewerkt. Mede verantwoordelijk voor de leeftijd 16 en 18. Ja, in welke periode is dat? Ja, dat is in de periode 10, 15 jaar geleden. Een paar keer erin en eruit geweest. En dat waren voor mij toch wel de systemen met spelers die wat geduld kregen. Die wat langer termijn mochten meegaan in het circuit. Een vast team, een vaste coach. Waar ik nog steeds in geloof. En dat is de laatste tijd wel wat anders geworden. Maar ik hoop dat met het aanstellen van de nieuwe trainers. Dat het wat standvastigheid gaat krijgen. Dat een speler ook weet met wie hij te maken heeft. De vraag is alleen of het eruit gaat komen. Op papier lijkt het allemaal weer mooi. Maar je moet wel alle koppen dezelfde richting in krijgen. En dat is tegenwoordig best een beetje moeilijker geworden. Er is veel concurrentie in deze wereld. Zo
zo hoort het ook, want van concurrentie kun je beter worden. Niet altijd. Ja, kan je. Hè? Ja. Wat op het ogenblik natuurlijk erg gaande is, dat er heel veel versnippering is. En ik ben nog steeds dat je spelers maken spelers. Je kan beter spelers bij elkaar brengen. Maar als iedereen op zijn eigen eilandje werkt, schieten we met z'n allen ook niet veel op. Maar hoe is het gesteld met het tennis op niveau in Amersfoort? En in het bijzonder bij de jeugd. Na het stoppen van Hooglander John van Lottem in 2007... kent de regio Amersfoort geen tennisser op enig nationaal niveau. Van Lottem reikte tot een wereldranking van 62. Tennis, zoals wij het hebben, zeg maar, we hebben natuurlijk gewoon de tennisclub Alta. Daar zitten een paar hele goede, leuke, jonge groepen bij. Die weer, die in ieder geval gemotiveerd zijn. Waarbij je ook, zeg maar, aandacht moet geven aan ouders. En aandacht geven aan ouders houdt in dat je moet uitleggen wat het inhoudt om, om een tennisouder te zijn. We staan hier mooi bij het bord winnaars jongens NJK 1972-2017. 1978, John van Lottem. En dan kijk ik bij de heren jongens nog, 18 jaar, 2002, Steven Kortling. Moeten we nog zo lang wachten voordat er weer een Amersfoort is, laten we zeggen, bij de top 10 bij de jeugd is? Ik hoop het niet natuurlijk. Het is natuurlijk wel zo, als je nationaal kampioen bent, ja, dat word je niet zomaar. Dat gaat natuurlijk een ongelooflijk traject aan vooraf. Er zijn natuurlijk heel veel nationale kampioenen geweest in de lage categorieën, waarbij je uiteindelijk weinig meer van hoort. Dus ik denk dat het pas echt heel erg belangrijk gaat worden in de oudere categorieën, om met name de motivatie te behouden. Maar ik denk dat wij daarin een hele belangrijke rol kunnen spelen. Omdat wij bewezen hebben, ook in het verleden, dat wij gewoon spelers kunnen opleiden tot aan hoger niveau. TV Alta heeft al een heel oude wens. Een eigen tennishal. Ja, zeker. Dat speelt al ongelooflijk lang. Ik denk dat vanaf het moment dat ik al werk in Amersfoort, vanaf 2003 speelt dat eigenlijk al. En ik heb het gevoel, ik hoor de geruchten, maar ik kan er nog niet zoveel over vertellen, is dat ze dichterbij zijn dan ooit. Ik hoop echt dat doorgaat, want ik denk dat een must is voor het Amersfoortse. Ja. Geen nationaal trainingscentrum tennis in het Amersfoortse Vathorst. De verhuizing van het bondskantoor binnenkort van Amersfoort naar het NTC Amstelveen. Het internationaal vermaarde satellite toernooi op de banen van LTV Vlieten ligt al jaren achter. Geen tennisvriendelijke ontwikkeling in Amersfoort. Dat sportstad wil zijn.